Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Lang geleden heb ik een video geüpload, maar er komen weer meer video's online. En we gaan een serie starten en dat gaat over Farming Simulator Gemijnde Raden. Zo heet de map. Ik ben al langer bezig met deze map, maar ik dacht we gaan het gewoon een keertje opnemen. Het is FS22. Ik weet niet of ik net FS19 zei. Als ik dat had gezegd, dan zou dat heel slecht zijn, maar ik weet niet. We hebben alleen maar vent op het bedrijf. Ik zal even tabben. Hier nog een vent. Hier nog een vent. En hier nog een vent. En dan komen we weer terug bij deze. We hebben nu de veebak opgehaald. Of veebak. Kuilvoerwagen opgepakt en dan rijden we even terug naar de boerderij. Voor duidelijkheid, als jullie zelf deze map ook willen spelen, hij heet Gemijnde Raden. Ik heb hem van internet, maar volgens mij staat hij ook in de motten. Dit is de boerderij die ik zelf heb gemaakt. Hier hebben we koeien. Ik zet deze kuilvoerbak hier zo neer. Zo. Dan rijden we even door. Dan gaan we namelijk even kijken bij de andere. Even kijken. Hoe is het hiermee? Hier hebben we namelijk gras ingezaaid, want voor de koeien. Ik denk dat deze. Oh nee. Ik wou zeggen dat die veer klaar was, maar dat is die nog niet. Dus ik zet deze nog heel even op mijn arbeider. Zo. Ik ga ze werk maken. Dan kunnen wij even kunstmest gaan staan. Dat veld, even denken, waar welke, oh ja, trouwens, zo ziet de map eruit, als jullie benieuwd ervoor zijn. Ja, even kijken, nu zijn we hier zo. Ik zit even dat veld te zoeken. Oh ja, hier zo. Even denken hoor. Even kijken. Mes. Die heeft. Moet gewassen worden, ja, dat weet ik. Even. Kijk, daar moeten we misschien wel. Daar kunnen we wel even het mes gaan strooien. Die arbeider is toch zo klaar. Dan gaan we gewoon even kijken of dat bemest moet worden. Volgens mij wel. Ik dacht dat op de map stond van wel. Maar ik weet het natuurlijk niet 100% zeker. Hier liggen nog rijen. Ook straks wel even binnen. Het is een beetje een Duitse map. Maar ik vind hem zelf wel heel leuk. Kleine straatjes, wel grote velden en zo. Maar hij is best Nederlands. Ja, Duits. Ja. Ik vind dat hij best wel een Nederlands dingetje lijkt. En de auto's rijden ook heel hard. Dat is wel een nadeel. Als je ervoor komt te liggen, dan ben je zeg maar plat. Dan wordt je trekker om. Busjes rijden hard. Hier zo staat mais, dat is ook van ons. Hier links. Zoals jullie zien, hier zo. Kijk, die helpen B is al klaar. Dan kunnen wij daar mooi kunstmest gaan strooien. Dan zou ik heel even die zaaier, zou ik dan even verplaatsen.
Want dan hebben wij meer plek om kunstmest te gooien. Dat is altijd handig. Dus dan rijden we die aan. Kijk, waar moeten we dan in hier zo, hè? Even kijken. Ja, kijk, mijn mes. 50%. Dat is toppie. Dan pak ik wel even deze. En dan rijden we hem even naar de volg. Ik denk ook wel stenen op, maar... Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Mooi combo dit wel, hoor. Dit stukje is niet ingezet, maar dat doe ik omdat het is handig. Want we moeten daar langs rijden. En hier zijn een paar dingen ingezet, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ik zet hem even aan de overkant, want aan de overkant staat een plekje vrij. En ik mocht het van de buurman even lenen. Ik mocht daar wel even mee trekken. Kijk, dat bedoel ik. Ik heb bijna geschept. Die auto. Ja, dit is van de buurman. En hier moet ik even mijn trekje zetten. Dus dan maak ik daar ook zeker even gebruik van. En dan kunnen wij even ondertussen kunstmest gaan strooien. Dus ja, dan gaan we dat ook even zeker weten doen. Zo. Zo. Dan gaan we even kunstmest strooien. Geniet van de timelapse. Ik sta dus niet ingezet, maar ik ben niet uit. Het gaat mooi. Wel een brede een werkbreedte die behoorlijk breed is. Dus oké, nu is dit al af. Nu gaan we even naar het volgende stukje. Ik doe dit even meteen even mee. Meteen even mee pakken dan. En dan rijden we even door. Aan de andere kant. Ja, op hier een bocht draaien. En dan even een hele brede. Ah, hij heeft een stuk overgelaten. Ja, daar houden we dan even zo. Moet wel even. Maar niet uit. Zo, ik hoop dat jullie genoten hebben van de timelapse. We hebben in ieder geval het hele veld bestrooid. Alleen ik zag wel dat hier nog een stuk niet ingezaaid was. Maar ik denk, laten we dat gewoon even zitten van hoe het zit. Maar het is in ieder geval nu wel 100% bemest. Dus ja, dat is top, hè, voor ons veld.
En ik rijd deze nog even naar de boerderij. En dan, dan maken we nog even van, de, van die grasruggen maken we even wat balen. En dan zet de video er al op. Zo, bijna aan een bus. Hoppa. En toen waren we weer klaar met kunstmest. Zo gepiept. Maar in ieder geval 100% van 100% bemest voor ons veld. Dat is wel heel fijn. En laat ik zeker even weten of jullie het leuk vinden. Want stel jullie vinden dit leuk. En deze video krijgt 5 likes. Dan ga ik zeker nog een aflevering hiervan maken. Want ga ik hier gewoon een serie van maken. Dus als op deze video 5 likes komen. Wordt goed. 5. Dan ga ik van deze map een serie maken. En met deze trekkers, met dit alles. En ja, ik hoop dat jullie dat dan leuk vinden. Nieuwe serie op dit kanaal. Maar er komen ook nog andere video's, net als hutten bouwen op en zo. Maar ook gamevideo's, net als dit. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Maar aangezien we weer bijna bij de boerderij zijn, hier zo liggen die ruggen. Pakken we even de vent. Die kleine, die favoriet denk ik. Ik dat trek. De kunstmest zet ik gewoon even hier zo neer. Zo. Zo, die zet ik even hier zo neer. Ik zal ook even de spullen in de schuur laten zien. We hebben een mooie mesttank, een Duport tank met een dikke cultivator erachter. Ik heb laatst alle velden bemest. Een VG-keeper voor het graan, maaiers, schudders of harken. En met deze vent gaan we denk ik even doen. Ik weet niet of we daar al een balenmaker hebben staan, maar ik weet niet of die deze aan kan. 107 WK. Even kijken hoeveel deze aan kan. Deze kan 150 pk. Ja, kan het aan. Nee, we hebben nog geen balen dingen. Dus dan gaan we heel even deze kopen. De nieuwe machine is die ook wel in de korting. Oké. Dit iets? Nee. Oh. Dat is niks. Dan moeten we gewoon even normaal. Dan kopen we hem gewoon even. Zo. Wat is dit nou? Wat gebeurt er? Huh. Hij klapt uit, joh. Daar ging niet uit, mensen. Oh, nee. Zo dan, ja. Ja. Hij staat nu wel een beetje scheef, maar laten we voor nu even even staan. Zo, ik dacht opeens glitcht die. Oh. Ja, kijk jongens, ik krijg dus dat ene kleine hekje krijg ik dus niet meer weg. Dus dat is wel een beetje irritant, maar ja, ik moet het er maar weer doen als het niet weg. Hier pakken we even de balenpers. Zo. Raampje open. Zo. Ho. En hier de. Deze. Even kijken of dit een mooie combo is. Ja, zeker. Ik moet wel trekken, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Hé, hey, hertjes. Hallo. Nou, hier is het dan. Er ligt ook nu niet heel veel gras op. Maar alle beetje helpen aan de koeien. Dus. Maar om hier nou zeg maar met een opraapwagen te gaan rijden, dat is ook een beetje overdreven, zeg maar. Dus dan doen we het gewoon met de balenpers. Oh joh, dat trekt die makkelijk. Als je aanstaat. Makkelijk. Sure.
Oh, deze is echt super. Oh joh, hij wikkelt zo wel in. Dat wist hij niet. Dat is fijn. We hebben een koude pakje. Stop. Ja, mooi zo. Oh, sorry. Wacht even jongens, ik moet heel even zo. Zo, thumbnail. Dan hebben we in ieder geval ook weer een thumbnail. Van de mooie balenpers, want ik vind het toch wel echt een hele mooie combo. Zo. Sorry dat ik net even dingen weg liet vallen, maar het moest even. Dan hebben we in ieder geval een mooie thumbnail. Zo, deze baan alsjeblieft. En er liggen nog twee baantjes. Wat ik al zei, het stelt niet heel veel voor. Ik denk vier baantjes misschien. Net niet. Ik weet het niet. Ik weet niet, ook niet of we dit om gaan proeven of niet. En of dat ook kan. Want we kunnen het natuurlijk ook gewoon zo halen. We kunnen hier ook een... Klein foutje met bloemen neerzetten of dat we hier gewoon graan neerzetten, kan natuurlijk ook al een klein beetje helpen. Ik hoop dat we er net 4 uit krijgen. Vrees van niet. Kunnen we nog lossen? Nee. Nou, dan wil ik in ieder geval hierbij die video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuke video vonden. Nogmaals, bij 5 likes maak ik er een serie van. Gemeideraden. Ja, dan zeg ik nog maar één ding. Like en abonneer. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.